Voor u staat een tevreden voorzitter. 2013 was voor u zomaar Smechelen een heel goed jaar. De nieuwe samenleving van Unizoma Smechelen is al jaren de hoogmis van de middenstand. En we zijn ook tevreden dat onze formule blijft werken. We hebben vandaag het hoogste aantal mensen die wel aanwezig zijn, namelijk 180. En daar zijn we zeer tevreden mee. Publiek, want jullie zijn een moeilijk publiek. Zeker als jullie al een paar uurtjes aan de champagne zijn. Nee, dat is niet waar. Unizo heeft dit jaar ook voor het eerst een award uitgereikt. Dat noemen ze de Mosasaurus. Misschien een beetje een rare naam, maar ik denk dat het belangrijkste is dat op die manier ook Unizo een aantal plaatselijke ondernemers in de bloemen kan zetten en een award kan geven. En iedereen is blij als hij erkend wordt. Dus ook de plaatselijke ondernemers met zo'n award. Dat duidelijk maakt dat er daar toch wel respect voor is voor die mensen en dat ze het goed bezig zijn. Dus ik denk dat het een goed initiatief is om die award uit te reiken. En de winnaar is... Ik ben John Spronk van ESMA NV in Maasmechelen. Nou, ik ben natuurlijk ontzettend fier dat de eerste Mosasaurus aan ons bedrijf is toegekend. Wij zijn een bedrijf, een kleine KMO met 7 werknemers. Waarbij wij toch nog wat maatschappelijke en sociale betrokkenheid doen om mensen proberen aan het werk te krijgen. En daar zijn we ontzettend fier op. Ja, wij hebben eigenlijk voor John Spronk gekozen omdat hij zeer innovatief werkt. En dat is echt een Mosasaurus, niet opgeven. Beste mensen, jury, aanwezigen, hartelijk bedankt voor deze eervolle onderscheiding. En dat is de kracht van Maasmechelen, namelijk de toekomst. En we zitten met heel veel nieuwe jonge ondernemers die de laatste 20 jaar hier zijn gekomen en ook zijn begonnen met hun bedrijven. En dat moeten we verder ondersteunen als gemeente ook. En wij moeten hulp en facilitering bieden aan die ondernemers en dat is een taak van de gemeente.